Yo, kijkers van TwoGamingNL, mijn naam is Koen en tof dat je kijkt naar een nieuwe Let's Play hier bij TwoGamingNL. Maar voordat ik begin, is er even iets wat ik heel even wil vermelden. Namelijk de comment sectie onder mijn My Little Pony video, die ik wel eens een keer gemaakt heb, waarin ik uitlegde dat ik My Little Pony heel erg graag kijk. Ik word graag elke dag wakker met een Xbox controller in mijn hand. Ik start Netflix op mijn Xbox. En ik ga dan gewoon een beetje zo... My Little Pony. Start My Little Pony op. En lekker kijken. Daar heb ik dus gisteren een video op gemaakt dat ik het graag kijk. En onder in de comments kom ik een aantal comments tegen zoals... My Little Koenie. Vond ik een leuke comment. Dankjewel daarvoor, levenloos. Otter Games Boy zegt... Wij komen op voor de My Little Pony gameplay. Vond ik een leuke comment. Hartstikke bedankt. Je krijgt de My Little Pony gameplay. Komen we zo meteen bij. Je hoort ondertussen prachtige muziek. En de vraag van ene Angel. Die vraagt. Wie is jouw favoriete pony? Die van mij zijn Applejack en Rainbow Dash. Ik kan niet echt een favoriet uitkiezen. Misschien dat ik er een ga kiezen tijdens deze gameplay. Maar ik vind ze alle zes eigenlijk wel fantastisch. Maar goed, we komen er wel gewoon nog eventjes bij. Op een gegeven moment hoop ik. Welkom bij My Little Investigations. Dit is een game gebaseerd op My Little Pony Friendship is Magic. Het is niet gemaakt door Hasbro. Zeg maar, Hasbro is het bedrijf die My Little Pony runt. Het spel is niet door hun gemaakt. Maar het is wel gemaakt door een groepje mensen. De Equestrian Dreamers heten ze ook wel. En ze hebben echt fantastisch veel verstand van het maken van een goede My Little Pony game. Gewoon... De elementen die de serie goed maken zitten ook hierin verwerkt. En als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je echt heel goed bezig. Ze weten precies hoe ze hun karakters moeten schrijven en hoe ze ermee bezig moeten gaan. Welkom bij My Little Investigations, dames en heren. Dat is een Saphir. De True Blue heet die. En ik weet dit omdat ik de game al een klein beetje gespeeld heb. Om even te zien waar het verhaal begint. En of de game überhaupt werkt. En hij werkt! Dat is nog eens even mooi. De linker is Twilight Sparkle. De rechter is Rarity. En als je geen idee... En als je... Niet het verschil weet tussen rechts en links. Wat ik heel onwaarschijnlijk vind. Dit is Twilight Sparkle. Dit is Rarity. En nee, Angel. Even voor alle duidelijkheid. Rarity is niet mijn favoriet. Oh, absoluut niet. Ze is nogal een drama queen. Shit. Ja. Hou toch op met dat gezeur, Rarity. Niet zo overdrijven, AUB. English, Rarity. Oh, fantastisch. I was in that zone, Twilight. Ja, ja, vast wel. Stolen from? What was stolen? Oh my god. Waar heeft ze het überhaupt over? Zou je het op het eerste moment denken. Ik weet waar ze het over hebben. Want ik heb de game al een klein beetje gespeeld nogmaals. Dus ik weet hier al van alles van. True Blue is dus die grote Saphir. Die drie gedaantes die we net in beeld zagen hebben gestolen. In de schaduwen, in het donker. En Opal is Rarity's kat. A large sapphire that she had recently acquired when gem hunting. And Opal, which is her, her cat. Geinig. Oh my god, ik kan het niet meer aanhoren. Nu kan ik natuurlijk op die fast forward knop klikken die rechtsboven in beeld staat. Waar letterlijk volgens mij mijn facecam staat. Waar ik niet op ga klikken, want ik wil dat jullie wel een beetje het verhaal blijven volgen. Nu ben ik dat eigenlijk al aan het verkloten, want ik druk op de spatiebalk van mijn toetsenbord. Niet echt handig.
Ponyville doesn't really have much of a police force, you see. Ponyville is het dorp waar de ponies in wonen, momenteel. Geinig. This doesn't happen very often, you know. Nee, zeker niet. The team from Canterlot has agreed to look into it, but I'm afraid they won't be here for a few days. Oh. Ik ben niet ik word niet verveeld door dit verhaal trouwens, hoor. But the thieves might be long gone by then. And wait, is this the same investigative team as last time? Exactly what happened last time? Oh shit. Oh my god. The one brought in to investigate the baby that went missing and which ended up being found unharmed in the closet? Ah, yes. I do recall. Oh, shit, waarom doe ik dat steeds? The one that helemaal niet de bedoeling. To implicate Pinkie Pie in a fictional Dragon X smuggling ring? Well, ja. Yes. Yes, that's the one. Dat is nog eens even partijhandig. Positive Twilight. They may, perform better this time. Yes, that's the ticket. Nee, waarschijnlijk niet. Maar goed, in dat tussen zit mijn polsbandje totaal niet lekker. In ieder geval. Well, en nu het toch over mijn polsbandje begin. DDG! Ik doe hier niet aan mee! Oké, sorry. I simply can't stay around any longer. We'll get to the bottom of this as soon as that investigative team arrives, Rarity. You have my word. Ja, ja, vast wel. Dat zal wel even duren, denk ik. In ieder geval. I'm afraid she's right, you know. We shall simply have to wait it out. Ja, maar dat laten wij niet zomaar gebeuren, natuurlijk. Spoiler alert, dit is een detective spelletje. Dus we spelen zo meteen als Detective Twilight Sparkle. I beg your pardon, Twilight? Some pony needs to get to the bottom of this, right? Well, I volunteer. I've had experience investigating crime before, after all. Ik kan me niet een episode herinneren waarin Twilight ook een keer een zaak heeft opgelost. Maar dat maakt op zich niet al te veel uit. Als iemand zich dat kan herinneren, laat me alsjeblieft in de comment weten. Nee, maar dat Angel zometeen weer komt met een comment erover. Maar ja, dat maakt op zich niet al te veel uit. Als jij een episode weet waarin Twilight ook weer al eventjes een zaak heeft opgelost, laat het me gerust weten in de comments. Dan ga ik eens wel even kijken. Witness who saw almost everything who could lead me exactly to the clues, but it's not like the team from Canterlot will be much better, right? Zou kunnen. Canterlot is de hoofdstad, is de grote hoofdstad van Equestria. En Equestria is het land waar de ponies in wonen. Equestria is ook weer verdeeld door verschillende dorpjes en steden en zo. En allemaal hele ingewikkelde shit. Ik weet niet of dat we ook echt doorheen... doorheen Equestria. Door heel Equestria heen zullen reizen. Hey! Ik hoop het wel. Zou wel leuk zijn. Yeah. Pinky, where in Equestria did you come from? Oh, ja hoor. Oh, well, Pinky Pie is een van mijn favorieten, sowieso. What are you doing? Helping a pony in need. Duh! I'm the one who knows something about investigations, not you. Remember what happened last time? Of course I do, silly. But this time is completely... Wat is er dan de vorige keer gebeurd? Kan iemand me dan... Wait for it? Nee, laat maar. A what? A walkthrough, silly. For this game? Oh shit. Even voor alle duidelijkheid. Pinkie Pie die legt ons dus uit hoe het spel werkt. Twilight denkt gedurende de hele game door dat Pinkie Pie knettergek in haar kop is. Wat eigenlijk wel zo is, maar je snapt mijn punt. Pinkie, you're talking to some bushes. Oh, Twilight, I'm not talking to those old things. I'm talking to them, out there. You see what I have to work with here? Ja, You know what? I'm not even going to ask. Just, do your thing, Pinky. Okie dokie lokie. Any investigation is, move around. Super duper te gek. Oké, ja, dit kan ik wel even doorspoelen, want ik weet hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Nu missen we wel een klein beetje dialoog van,
van onze grote vriendin Rarity Hero. We kunnen nog eventjes verder praten met Rarity. Dus laten we dat maar gewoon nog even doen. Want er zijn een aantal puntjes die we nog wel eventjes moeten gaan vragen. Rarity, I think we should start with what happened last night. Lijkt mij een goed plan. Of course, darling. What would you like to know? Could you describe exactly what happened and what you saw? Well, I'm afraid there isn't much to tell. I was sleeping in my bedroom when suddenly I heard a shrill crash from downstairs. I went downstairs to investigate, and what did I find but my house overturned and ransacked, my prized jewel gone, and my beloved Opal essence missing as well. Oh, Opal, Mama's coming soon. Hou nou toch op met dat gezeur, jij drama queen. Ik zweer het je, ik word helemaal gek van Rarity. What was stolen? Added to questions. We kunnen nog wel even verder praten met Rarity, maar heeft op zich niet al te veel. Ja. Oh nee. Dit stukje dialoog kunnen we wel even gaan doorspoelen. Laten we in ieder geval eventjes vragen wat er nou exact gestolen is. A regular hunk of a sapphire, echt waar. Een normale alledaagse hunk van een saffier. Tuurlijk joh. Second, that was Opal. My darling Opal. She's been missing since last night too. Now with the jewel I can understand, but what could the thieves possibly want with Opal? It greatly troubles me to think of what might have happened to her. You must find them both, Twilight. Promise me. You must. Ik krijg letterlijk hoofdpijn van Rarity. Ja. Oh, Palace. Ik kan dat niet eens even uitspreken, joh. Ik ga er ook maar geen moeite voor doen. Laten we even doorgaan. We zien er een aantal aanwijzingen. Nope, dat is niet zo. Scootaloo die brak zo door het raam heen. Deze game is ook gewoon letterlijk te spelen in het Engels, waar ik hem in heb zitten, want dan is het allemaal wat makkelijker te snappen van wat er allemaal gezegd en wat er allemaal gebeurt in de game. Maar hij is zelfs in het Russisch te spelen. Ik heb geen idee. Ik heb letterlijk geen idee. Oké, we hebben wit haar. Oké, die gaat ze eventjes uitleggen van hoe ik shit moet gaan presenteren en zo. Hoe ik allemaal shit moet combineren. Ik weet al hoe dit allemaal werkt, want ik heb dit alles gebruikt. We moeten dit alles gaan combineren. We assume that this hair is from some animal. Then it naturally followed that the rider probably swerved here to avoid hitting it. Explaining why that pony went towards the window. Oké. Except, what animal was it? A pony perhaps? Nee, het was geen pony. Nou ja, in ieder geval, we gaan gewoon eens wel even verder kijken. We hebben hier een star-shaped object. A strange star-shaped object? I can't say I know what this is, but it looks out of place, which makes it a clue in my book. Ja. A golden object in the shape of an eight-pointed star. Unclear what its purpose is or where it came from. Hij is van goud, hè? Dan zou je hem kunnen inwisselen voor goudstukken. Dat is iets wat waarschijnlijk niet gedaan gaat worden. Het witte haar gaan we even combineren met dit. I can't seem to find a logical connection here. Oké, dat gaat hem dus niet worden. Naar profielen. Oh ja, we kunnen dit waarschijnlijk gaan combineren, toch? Even kijken. I can't seem to find a logical connection here. Oké. Maar waarom ligt evidence dan op? Ik snap dat niet helemaal. Kan ik dit... Oh ja, ik kan natuurlijk ook even naar profiles gaan. Wat is dit? Dat is lekker. Ik heb mijn evidence knopje blinkt. En ik heb geen idee waarom. We lopen nog eventjes wat extra rond. En we gaan even kijken wat we hier kunnen vinden. A piece of cloth. Dat is wel handig om mee te nemen. De Cutie Mark Crusaders.
Voor hen die het niet weten, Cutie Mark Crusaders zijn een groepje veulentjes die op zoek zijn naar hun speciale talent. Waar ze dan vervolgens hun Cutie Mark mee kunnen verdienen. Spoiler alert, ergens mid seizoen 5 lukt het ze eindelijk om een Cutie Mark te verdienen. Super vet. Oké, ik denk dat ik nu wel weet wat ik moet doen. We gaan gewoon nog zo eventjes verder kijken hier. Oh, hoi, jeetje. Oké, even kijken of we dit kunnen combineren. Nee, dat gaat dus niet lukken. Maar ik moet dus iets gaan combineren. Oh shit, nee, dat is niet de bedoeling. Ik moet dus iets kunnen gaan combineren. Gouden ster met de burgemeester dan? Nee, kennelijk niet. Ik blijf gewoon net zo lang shit combineren. Totdat ik uiteindelijk iets aan het doen ben. Nou, dat valt dus niet te doen. Maar waarom ligt Evans dan op? Ik snap het niet. Ik snap het oprecht niet, jongens. Maar goed. Maak op zich niet al te veel uit. Ik kan wel eventjes wat aanwijzingen presenteren aan Rarity. Namelijk de cape van de Cutie Mark Crusaders. Ja, kennelijk wel. Zeker weten, we kunnen het allemaal gebruiken. Fixing the cape. Of course. Applebloom came by this morning to have this little accident fixed up. She seemed to have ripped her cape during one of her usual excursions. Dat zou wel eens kunnen, ja. I asked her why she didn't just get Sweetie Belle to fix it up. But she said that Sweetie Belle was very busy today and couldn't spare any time to do so. I really don't know what those fillies are up to. But on the other hand, perhaps it's better I don't know. Ja, dat denk ik ook. Op de een of andere reden, wat ik heb nu wel eventjes voor de verandering al even opgelet, terwijl ze aan het praten zijn. Volgens mij is Rarity ingesproken door een Brits persoon, door een Britse vrouw. En ik vind het verschrikkelijk. Equestrian Dreamers, jullie hadden beter gewoon een Amerikaan kunnen vragen voor Rarity's stem. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit op zich. A big heart indeed. Denk ik weer anders over. Maar daar heeft iedereen weer zijn eigen mening over. Sometimes it can be a bit tiresome. So this belonged to Applebloom. And she had it fixed this morning. Ah. Oké, dat is best wel interessant. While I'm here, Rarity, do you know where Applebloom went after you fixed her cape? Oh, wat heb ik gedaan? Kan ik nog wat anders vragen? Nee, dat kan niet. Oké, prima. Waarom blijft mijn evidence knopje... Wauw, ik kom gewoon niet uit mijn woorden. Prima. Even kijken wat we hier hebben. Nou, het valt dus gewoon niet te doen. Ik kan mijn evidence niet met elkaar combineren of wat dan ook. Het lukt gewoon niet. Best wel vervelend dit. Kan ik misschien op iets klikken of zo? Nee, dat kan niet. Oké, ik ga er maar niet al te veel aandacht aan besteden. Want anders dan zijn we hier gewoon uren aan bezig. Laten we gewoon nog eventjes verder gaan kijken in de rest van Ponyville. Als het goed is, vinden jullie wat... Hey, de Cutie Mark Crusaders! Ze hebben voor de Cutie Mark Crusaders dezelfde stemactrice als van de serie gepakt. Fantastisch! Dat is echt precies wat ik nodig had. Dat is precies wat ik wilde zien in deze game. Jullie hebben het goed voor elkaar, Equestrian Dreamers. Goed gedaan. Oh man. Ik denk dat het duidelijk is. My Little Investigations. Ik ben er nu al pittig aan het genieten. Het is een leuke game. Het is ook zeker een aanrader voor degene die... My Little Pony ook leuk vindt om te zien. Ik zou zeggen, klik even op het linkje in de beschrijving. Dan kun je hem gaan downloaden, mocht je dat willen doen. En dan zeg ik, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je ervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende My Little Investigations video. Doei!